Je hebt heerlijk gekookt, schat. Mam, mag ik haken? Het kan iedere ouder gebeuren. Ineens wil je kind haken. Toen Sterre begon over haken, zijn we heel erg geschrokken. We hebben het eigenlijk nooit over haken, dus ze moet het echt op straat hebben opgepikt. Toen Justin mij vertelde dat hij haakte, ik was wanhopig. En dat is niet omdat het niks voor jongens zou zijn. Zo ouderwets zijn wij niet. Nee, een man die haakt, daar heb ik geen moeite mee. Bezorgde Ouders Nederland adviseert om kinderen die willen haken eerst duidelijk te maken dat het een totaal onnodige hobby is. Ik heb met Sterren op internet gekeken waar al heel veel gehaakte mutsjes en sjaaltjes te koop zijn. Kijk Sterren, het is er allemaal al. Je hoeft het echt niet zelf te maken, lieverd. Wil uw kind nog steeds haken, bereid het dan goed voor op de gevaren van de haaknaald. Kijk Jus, hier zit een heel scherp puntje en dat doet auw. Let goed op dat de naald alleen wordt gebruikt om te haken. En niet als satéprikker of om je rug mee te krabben. En berg de haaknaald na het haken weer veilig op. En dan die haakwol, dat ziet er allemaal heel gezellig uit met al die leuke kleurtjes en zo. Maar dat is echt levensgevaarlijk spul. Ja, daar kan een kind verstrikt in raken en vallen. We zeiden oké, Sterren, je mag haken. Maar dan legt papa wel rubber tegels onder de keukentafel. Stel dat Sterre verstrikt raakt in de draad en ze valt, dan valt ze nu dus op die rubberen tegels. Onder de tafel heeft Jules een alarmknop geïnstalleerd. Ja, en als ze die indrukt, komen we onmiddellijk om haar uit de wol te bevrijden. U hoeft het niet goed te keuren dat uw kind haakt, maar blijf met elkaar praten. Wij willen dat haken onder de 16 jaar verboden wordt. Maar de politiek laat je gewoon in de steek. We hebben met Sterre afgesproken dat ze 1,5 uur per dag mag haken. Maar daarna zetten we er gewoon weer achter de computer. Meer weten over handwerken met kinderen en hoe dat te voorkomen? Ga naar onze website bezorgdeouders.nl. Want veilig haken, dat doe je samen.